Hij weet nog niet wanneer, maar hij weet al wel waar. Theo Douma, 71 jaar. Dit wordt mijn plekje. Hier in Leeuwarden wil hij begraven worden, want hier in dit huis werd hij ook geboren. Dit was mijn speeltuin, letterlijk. Dit stuk van de begraafplaats was mijn speeltuin. En dit is de mooiste herinnering. En hier wil ik. Gouden plek. Ziek is hij nog helemaal niet, maar bang wel. Niet voor de dood. Zijn vader was doodgraven hier. En nu woont hij er zelf weer. Theo heeft honderden kisten voorbij zien komen. Hij is wel bang voor de aftakeling. Die wil hij niet meemaken. Als je inderdaad op een knop moet drukken 3 uur lang, omdat je moet poepen, plassen of weet ik veel wat. Dat zijn wel momenten dat ik denk, nou, dan is de kwaliteit van het leven voorbij. En dan is het handig en mooi en logisch om een pil te pakken. En dat kan hij. Want hij heeft een zelfmoordpoeder gegoogeld, besteld en gekregen. Ik zal even dat hele gekke doosje laten zien wat ik niet durf open te maken. Maar dit is het doosje. Het doosje zit normaal in de kluis bij de bank. In het doosje zit veel te veel poeder. En dus wil Theo het best met anderen delen. Maar dat is strafbaar. Dat houdt Theo niet tegen als iemand echt ziek is en dood wil. Ja, natuurlijk help je zo'n man of vrouw. Ja, absoluut. Maar dan bent u strafbaar. Nou, dat kan me niet zoveel schelen. Nee, dat kan me niks schelen. Zorgvuldigheid wel. Van de begraafplaats naar de gevangenis. Theo kan het zich niet voorstellen. Maar als hij het poeder doorgeeft, dan kan het gebeuren.